En minister Bronte Somaharjo vindt de uitspraken van Desiree Bouterse anationaal. Bouterse heeft afgelopen maandag na de rechtszitting in Osseer uitspraken gedaan die gezien worden als intimiderend. Somaharjo zegt dat de anationalistische opstelling van de NDP in de afgelopen periode vaker tot uiting is gekomen. De bewindsman verwijst bijvoorbeeld naar de houding van de partij tijdens de onafhankelijkheidsviering. Daarnaast is het de NDP-regering die het land in deze moeilijke situatie heeft gebracht. Ik vind het jammer dat juist de ex-president zich zo opstelt. Hij moet een voorbeeld zijn voor de natie. Hij moet een voorbeeld zijn voor de jongeren. En dat heeft hij gisteren niet gedaan. Ik vind het jammer. Aan de andere kant vind ik het goed hoe de coalitie heeft gereageerd. Dat het volk weet dat wij er voor hun zijn. Dat het volk weet dat wij achter ze staan. En dat het volk weet dat wij bang zijn voor niemand. Wordt u zich bedreigd door deze uitingen? Nou nee, ik voel me niet zo makkelijk bedreigd. Ik ben niet zo'n bang persoon. Ik ben nogmaals blij met de verklaring van de coalitie. Deze regering wordt geleid door een oud politieagent, meneer Santokki, en niet zomaar eentje, een topper. Het wordt geleid door een oud militair, meneer Brunswijk. En wij, jonge ministers, zijn niet bang. U heeft de president, oud-president, horen zeggen, de Abrahams en de Bouters zijn te oud. We hadden sommige hardjes niet. We zijn nog jong en fris. En we zijn ready and steady om dit land te dienen en om onze mensen te beschermen. Dat was dus minister Bronte Somaharjo. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat de coalitie reeds is uitgekomen met een verklaring. Desondanks blijft de inlichtingendienst van de politie heel alert. Wij als justitie we zijn bezig. We zijn alert. De inlichtingendiensten werken. Wat ik hier wel vanuit hier als minister van Justitie kan ik de oproep wel doen omdat de samenleving kalm blijft, maar ook wel alert. Weet je, bewegingen te volgen als je iets ziet, als je iets hoort, deel dat met de politie zodat we op tijd kunnen inspelen op zaken. Aldus minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, we spraken hem vanmorgen bij het kabinet van de president.